Dennis, hoe is de afgelopen week voor jou geweest? Het is uiteraard een hele teleurstellende week geweest waarin we gedegradeerd zijn. En dat doet natuurlijk pijn. Dat merk je binnen de organisatie, bij de spelers. Heel veel chagrijn en terecht. Dus een vervelende week. Hoe gaan jullie de laatste drie wedstrijden aanvliegen? We zitten in een heel vervelende fase. Sentiment is natuurlijk heel negatief. Dus voor ons is het nu al taak om het sentiment voor de supporters om te draaien richting het nieuwe seizoen. Groningen moet vanaf volgend seizoen weer een club zijn waar de supporters trots op kunnen zijn. En ja, dat moeten wij nu al mee beginnen. Door in ieder geval de spelers te gaan gebruiken en de sfeer erin te brengen zoals die volgend seizoen zou moeten zijn. En daar gaan we de komende drie wedstrijden voor gebruiken. Dan wacht zondag Ajax. Hoe heb je naar die ploeg gekeken de afgelopen week? Een tegenstander die heel veel individuele kwaliteit heeft. Een goede ploeg, bovenin meedraait. Waar we het in de uitwedstrijd natuurlijk heel lastig tegen hebben gehad. Maar die ook zijn zwaktes heeft. Ook niet in de beste fase zitten. Vooral in de omschakelingen en een aantal momentjes waar wij gevaarlijk kunnen zijn. Daar moeten we proberen gebruik van te maken. We moeten er zondag een wedstrijd van maken. Een wedstrijd voor onszelf, om het sentiment te draaien. Om het publiek mee te krijgen. Ik hoop dat er geen gekke incidenten gaan ontstaan waarin de club weer in een negatief daglicht komt te staan. Want dat kunnen we nu niet gebruiken als club zijn. We moeten weer vooruit. Volgend seizoen, een nieuw seizoen waarin we moeten presteren. En daar kunnen we geen negatieve klanken bij gebruiken. Dus ik hoop op een goede wedstrijd waarin we strijden voor een resultaat en waar we het publiek achter ons kunnen krijgen.